Hallo allemaal, welkom bij deel 3 van ons breiprojectje. In deel 1 hadden we de rechte steken allemaal gebreid. En in deel 2 hadden we de averechte steken gebreid. Constant alleen maar averecht gebreid. En dan kregen we daar tussen de ribbels kregen we een V'tje. Goed, laten we nu beide steken eens gaan combineren door 1 naald recht en 1 naald averecht te breien. Goed. Ik begin nu met een naald recht. Waarom? Omdat ik, als ik hier nu kijk, zitten direct onder mijn steken V'tjes. Kijk ik aan de andere kant, dan zitten direct onder mijn steken de ribbels. Dat wil ik niet. Ik wil dat ik nu aan de goede kant van mijn werk, en dat is dus deze, alleen maar van die V'tjes krijg. Dus ik begin nu met een rechte naald. Gewoon recht breien. Dus ik heb nu een naald recht gebreid. En ik zei, we gaan ze afwisselen. Dus ik heb nu recht. Ik draai mijn werk. En ik ga nu averecht breien. Dus draad aan de voorkant. Je steekt van rechts naar links door de voorste lus. Je pakt je draad. Hij gaat averecht. Zo, we draaien weer. Dus mijn draad die zit in de knoop. Zo. En als ik nu ga kijken, dan worden mijn V'tjes, die worden langer, zie je? Dan krijg ik dus allemaal V'tjes. Ik heb nu net een averechte naald gebreid. Als ik nu weer recht ga breien, komen de ribbeltjes weer aan de achterkant. En krijg ik aan de voorkant een V'tje. De omslag zorgt ervoor waar de plek terecht komt van mijn ribbel. Als ik nu in één keer zeg van ik ga hier een averechte steek, krijg ik omdat de draad aan de voorkant zit dan. Als ik hier averecht zou breien, dan heb ik aan de voorkant een ribbel. Kijk. Zie je het verschil? Hier zat mijn draad aan de voorkant, dan creëer ik een ribbel. Heb ik de draad aan de achterkant, dan creëer ik een trikoesting. Dan moet ik die even uithalen. Zo. Dus met de draad aan de achterkant, nu, in deze naald, krijg ik dus de trikoesteek. Dus als je afwisselend één naald recht breidt en één naald een averechte steek, dan krijg jij allemaal V'tjes aan de goede kant van je werk. Want aan de achterkant van je werk, ik laat het je zo meteen zien.
aan de goede kant van je werk krijg je allemaal veetjes. Zie je? Allemaal veetjes. Aan de achterkant van je werk, als ik hem gewoon plat leg, krijg je allemaal ribbels. En waarom? Omdat we altijd zorgen dat de draad aan de, of de ribbel aan die kant gemaakt wordt waar je breidt. Als ik hem nu draai, dan zie ik dat de ribbel naar me toe kijkt. En dan weet ik dat ik een averechte naald moet breien. Dus de draad aan de voorkant, ik steek in. En ik brei nu averecht met de draad aan de voorkant. En dan weet ik dat de ribbel ook aan de goede kant van het werk terechtkomt. Zie je? Ik maak nu hier, kun je ook direct weer zien, onder het steekje zit weer een ribbel. En aan de andere kant krijg ik een mooie V. Dus op deze manier kun je de tricotsteek breien. En je kunt het natuurlijk ook per steek afwisselen. 1 recht, 1 averecht. Of 2 recht, 2 averecht. En dan krijg je een boordsteek. Dan krijg je een zeer elastisch werk. Wat veelal voor een boord wordt gebruikt. Of voor een sjaal of zo. Kijk. En dan krijgen we aan deze kant dus mooi de V-steken. En aan de achterkant heb je alle ribbels. Dan kun je het goed zien. Dit is alleen maar recht. Toen zijn we begonnen met alleen averecht. En dan krijg je wat meer lucht tussen de ribbels. Zie je? Dan krijg je een veetje tussen de ribbels. En nu hebben we beide naalden afgewisseld. 1 rij, 1 naald recht, 1 naald averecht. En dan krijg je de tricotsteek.